De provincie Zuid-Holland gaat het toezicht verscherpen op Shell Pernis en de fabriek van Esso in de Botlek. Bij Shell lekte vorig jaar zomer een bijtend zuur weg door menselijk falen. En bij ExxonMobil ontplofte na een herstart van een fabriek verschillende buizen, omdat het personeel het veiligheidsprotocol niet had gevolgd. Nou, bij Esso dat vinden wij een zeer ernstig incident, omdat daardoor menselijk handelen gewoon handmatig veiligheidsmaatregelen zijn omzeild en uitgeschakeld, waardoor dat incident plaats heeft kunnen vinden met ook grote gevolgen, roetuitstoot, buiten de hele inrichting. Dus ja, we vinden dat heel erg zorgelijk en dat menselijk handelen op die manier gebeurt, dat kan echt niet. Bij Shell kwam waterstoffluoride vrij uit een buis door een fout tijdens een onderhoudsbeurt in 2014. Dat was onze conclusie ook, menselijk falen. Iemand heeft bij het controleren of het wordt een beetje technisch, een brilflens of die goed stond. Die dacht dat die goed stond en hij stond niet goed. En dat heeft daarna tot corrosie geleid. Ja, dat is menselijk falen en we moeten daar slimmer op worden. Dat we als iemand faalt nog een tweede check hebben om te zorgen dat gedetecteerd wordt. Beide bedrijven hebben een lijst van maatregelen gekregen. Voeren ze die niet uit, dan krijgen ze een boete. Ze moeten ook alle bijna ongelukken rapporteren. Er komen meer controles en er komt een onderzoek naar de veiligheidscultuur binnen de bedrijven. Ook wordt scherp gelet op het onderhoud. Dat heeft ook te maken met het feit dat bij zo'n grote onderhoudstops heel veel externe bedrijven ook aan het werk zijn op zo'n site. Die hebben allemaal boetebedingen wanneer ze niet op tijd klaar zijn. Onze indruk is dat daar dus ook een groter risico is op incidenten. Dus wij zullen ook heel gericht meer gaan controleren tijdens onderhoudstops, zowel aangekondigd als onaangekondigd, om die risico's eruit te halen, om te voorkomen dat daar afkortingen genomen worden. Shell steunt het extra toezicht, maar ontkent dat het onderhoud zo goedkoop mogelijk wordt gedaan. Als een aannemer het niet goed doet, dan ben ik aan het starten en dan kan ik in het midden van de start zie ik dat ik iets lek. Dan kan ik weer helemaal terug, dan ben ik een week, twee weken kwijt. Dus kwaliteit is het belangrijkste en wij geven ook extra beloning aan de aannemers als ze de kwaliteit goed doen en als ze het veilig goed doen. Want dat is mij veel meer waard dan dat hij het snel doet en ik achteraf zie dat hij een dingetje vergeten is. Dan ben ik heel veel geld kwijt. Shell heeft ook de informatievoorziening aan omwonenden verbeterd. Zo zijn er nu elke maand buurtavonden. Ja, mijn inzicht op die burenavond was echt, dit hadden we jaren geleden al moeten doen toen we geen incident hadden. Want er waren mensen die vlakbij ons wonen die al zeg maar 30 jaar niet bij ons geweest zijn. Dat is, als buur is dat niet normaal.